In gesprek met Lodewijk. Lodewijk Kuijtje komt uit Amsterdam, althans nu, naar Vinkeveen om met mij over van alles en nog wat te praten. Je bent geboren in 1952, dat maakt je ook 70 in het verhaal als we dit nu opnemen. Ik ben zelf 48 en al zo'n 15 jaar op een spirituele zoektocht. Hoe oud was jij toen het voor jou allemaal zo'n beetje begon? 40. De dagen, 40 ja? 40 jaar oud. Ja, 30 jaar terug nu. Ja. Ja. Toen kwam jij in India bij... Nee, ik heb eerst een therapiegroep gedaan met een Osho-discipel, een Amerikaan. Oké, kennen we hem? Ik denk niet dat je hem kent, maar hij was in de tijd was hij de rechterhand van Osho in Pune 1. Oké. Je weet dat Osho die trok alle goede therapeuten naar Pune toen, in die tijd. En hij was er één van. En hij was in Baren, in dat centrum. Mm-hmm. En ik was 40, ik had alleen maar gewerkt. Werken. Het hotelwezen of zo was je? Ik had de ondernemer, ik ben ondernemer. Restaurants, cafés, noem maar op. Oké, hard werken. Nachtclubs in Thailand. Gewoon keihard werken. Ja. Stress. Ja. En toen werd je 40? Toen werd ik 40, toen had ik het gevoel, nou moet ik naar binnen gaan. En mijn zusjes die waren allemaal bij Osho geweest. En uiteindelijk kwam ik bij deze man terecht en ik heb een week lang voor het eerst van mijn leven heb ik een groep gedaan. Nou, en de vijfde dag van die groep sprong mijn hart open. Poing! En toen was ik thuis. En dat is nooit meer dichtgegaan. Ja. Wauw. Er zijn mensen langer bezig geweest. Jij 5 dagen. Stop, ja, ik vind dat toch. Nou, zo kan je dat natuurlijk niet zeggen. Want die eerste 40 jaar hebben we ook meegeholpen. Ja, tuurlijk. Maar ik had daarvoor niets voor... Het voordeel was dat ik niets wist van spiritualiteit. Helemaal niets. Een voordeel? Enorm voordeel. Waarom? Ik denk dat jij ook meer weet van spiritualiteit dan ik. Als ik dat zeggen mag. Mm-hmm. Tenminste, dat vermoed ik. Omdat knowledge is de grootste barrière naar zelfrealisatie. Kennis. Want dan word je een soort omgevallen boekenkast die denkt, ik weet het allemaal al. Dan zit je hoofd vol met allerlei ideeën, maar je hebt ze nooit uitgeprobeerd. Ja. Ja, ik val daar meteen wel inderdaad stil van. Want je denkt dat dit iets is wat je kunt vergaren of wat je kunt leren. Ja, want zijn we gewend. Je neemt een cursus en je kan daarna iets. Maar dat is bij dit dus niet het geval. Absoluut niet. Dus toen ik die groep ging doen, kwam ik bij de ingang en toen vroegen ze aan me, wat heeft u allemaal al gedaan? Ja. Ik zei, helemaal niks. Dus die mensen zaten me aan te kijken, wat doet die gozer hier? Maar de leraar, die was blij met me. Want elke vraag was uit mijn hart. Ik wist niets. Ja. Je ging niet ook laten zien wat je er allemaal al van wist. Precies. Ja. Dat gebeurt natuurlijk vaak. En daar maak ik me ook schuldig aan in interviews. En misschien maken mensen zich daarbij in satsang ook schuldig aan, dat je... Nou, ik zou het niet willen noemen schuldig voelen. Maar ik, als je heel veel naar satsang bent geweest, dan wordt het steeds moeilijker om in het nu te zijn. Want je weet het allemaal al. Je hebt het allemaal gehoord. Mm-hmm. Maar ik ben met je eens. Als je dit voor het eerst hoort, dan lijkt het alsof je door een trein overreden bent. Althans, werkt het bij mij. Oef. Hier zat ik bij Tony Parsons daar in Amsterdam. En ik heb me nog nooit zo zielsgelukkig gevoeld op een oud krakkemikkig stoeltje. Maar inderdaad, daarna, het lijkt alsof je daarna bezig bent met je wil het bevestigd zien of zo. Tenminste, het was in mijn geval. Ik wilde overal toetsen of het nou echt werkelijk waar was wat ik daar had ervaren en gehoord van die beste man. Maar ja, is daar iets mis mee? Er is überhaupt niks mis. Oké, dat is dan één geluk. Daar hoef je nooit bang. Nee. Kijk, jij doet precies wat jij moet doen in dit leven op dit moment. En ik ook, en daarom zitten we hier nu. En dat kan nooit mis zijn. Nooit. En is dat dan gestuurd door iets? Daar heb je hele filosofie over. Maar ik ben niet zo'n intellectueel type. Maar toen iemand tegen me zei, of ik las dat... Dat predestination is hetzelfde als... Dat alles gewoon maar zomaar gebeurt. Ja. Toen begreep ik meteen dat het precies hetzelfde is. Dat zijn twee verschillende kanten van dezelfde munt. Ja. En ik begreep niet dat ik dat begreep. Maar ik voelde het gewoon. Ja.
Dus je kan zeggen, everything is predestined. Ja. Maar je kan ook zeggen, everything is random. Because it's exactly the same. Ja, ja. Oeh. Ja, dat vindt het brein niet leuk. Nee. This is, the brain is not amused now. Nee, ik wil het een of het ander. Ik wil, het is of dit of dat. Het kan toch niet allebei zijn? Kijk, dat is de dualiteit waar jij het wel eens over hebt met leraren. Ja, daar spreek ik wel eens over. Ja, je hebt wel eens wat gezien. Dat is het. Ja. Wat maakt jou nou zo oorspronkelijk, Lodewijk? Want ik zit hier echt met iemand waarvan ik denk, ja, dat is een fijn mens om mee samen te zijn. Ik word ook blij als ik naar je kijk. Ja. En wat is dat dan? Mijn hart. Dat staat open. Nou, die, dus ik heb eerst die Osho-therapeut. Toen ben ik achter een aantal dingen gekomen dat ik super neurotisch was. Super, super, super. Nou, dat ging allemaal doorheen. Maar uiteindelijk ben ik in India terechtgekomen. En daar heb ik mijn guru ontmoet. Ja. En dat moet ik je vertellen. Maharaji. Ja, maar dat moet ik je vertellen. Graag. Dat is... Dus ik wist, nogmaals, ik kom in Laxmandjula in Rishikesh. En ik zat achter de vrouw aan. Ik ben een ontzettende womanizer, was ik. En ik ontmoette weer een leuke vrouw. En die zei van, ik ga morgenochtend naar een ashram. Heb je zin om mee te gaan? Nou, ik keek die vrouw aan. Ik denk, met jou ga ik overal naartoe. Ik wist niet eens wat een ashram was. Mm. Dus ik kom in die ashram. En we lopen naar binnen en er zit een groepje mensen buiten. En in het midden schijnt iemand op een stoel te zitten met een krant voor zich. En nou ja, wij gaan zitten, zo eromheen. Ja. Er gebeurde helemaal niks. Die krant was trouwens in het Hindi, dus die kon ik ook niet lezen. En wat gebeurde tot mijn stomme verbazing? Dat elke keer als er iemand binnenkwam, het eerste wat hij of zij deed was buigen... En zijn voeten kussen. En die man, die ik wist niet eens wie het was, die krant die bewoog helemaal niet. En ik heb dat eens 10 minuten aangezien. En dit was voor mij, ik kon mijn mond niet meer houden. Dus op een gegeven moment zei ik, excuse me sir. Niks, die krant nog steeds daar. Ik zeg, excuse me. En toen ging die krant, die ging een stukje opzij. En toen keek ik. In die prachtig mooie, zachte, bruine Sean Connery James Bond ogen. Zo mooi. Mm-hmm. Hij zegt, yes. I said, sir, I'm here now. Could I please ask you a question? And he said, yes. And I asked him, why are the poor people doing this? And you know what he said? I don't have a clue. And his... newspaper was back. And he became my last guru. Yeah. And this man was a bhakta. Was just no intellect, only love, love, love. Weet je wat sadhana is? Ja. Yeah. Mijn sadhana was dat ik geen sadhana... Ik had geen sadhana. Nou, dat is het ergste voor je hoofd. Mm-hmm. Je mag dus niks doen. Nee. Dus hij liet me 4 jaar lang... Elke dag een uur in zijn kamer zitten, in zijn energie. Hij heeft me niks geleerd. Hij heeft nooit gezegd wat ik wel moest doen, wat ik niet moest doen. Dat was mijn sadhana. Ja. Alleen als ik een spirituele satori had, dan rende ik naar zijn kamer. En dan zei ik, Maharaji, Maharaji. En dan voelde hij, yes, yes, yes. En dan legde ik dat aan hem uit. En dan zei hij, yes, good, good, very good. Now you go. Ja. Dat was de teaching. Dus hij was niet streng voor je? Helemaal niet. Want dat hoor je toch ook wel eens? Dat hij, maar ook andere goeroes... Nisargadatta duwde mensen van de trap af. Nisargadatta was amazing. Maar deze man was gewoon een en al liefde. Ja? Een en al liefde. En dat resoneerde met jou? Of hoe moet ik dat... Ik kwam thuis... Bij hem? Bij hem. Ja. Ik heb 4 jaar lang in zijn energie gezeten. Als een soort in een droogtrommel. kijk, want die energie die zo iemand om zich heen heeft... Ja, ja. Die is hoger, zit op een hogere frequentie dan ons hoofdenergie. Ja. En dat kan je niet in 1, 2, 3 even aanpassen. Maar dat voel je wel. Dat voel ik nu bij jou ook. Mm. Ik voel hier ook een soort... Nou ja, een soort vlinders in mijn buik. En wat zit er iets hoger? Weet ik niet, wat zit hier? Daar zit je hart, ja. Ja, alsof je vlinders in je buik krijgt. Maar ik ben niet verliefd op je, hoor. Ho, ho. Al ben ik wel verliefd op je.
Dat zou toch gek zijn? Denk het niet. Nee, hè? Dat is iets anders. Het overstijgt verliefdheid. Heeft je ook een andere naam gegeven, toch? Ja, Copal. En dat betekent? Cowboy. En dat vond ik wel mooi. Ja, want dat was je ook mooi. Maar ik ben eigenlijk een spirituele cowboy, want ik doe mijn ding. Ja, ja, je bent, ik heb er nu misschien wel 100 gesproken en je bent inderdaad wel uniek. In je verschijning, je komt hier lekker in een trainingscheck binnen. Je stelt je ook niet voor als Gopal. Dat gebeurt natuurlijk ook, dat je bij mensen komt. Of dat dan eerst de assistent naar beneden komt en dan komt de guru daarna naar beneden. Ja, nee, dat gebeurt allemaal. Hij is ook de guru van Shantimai, toch? Ja. Ja. Was jij in dezelfde tijd daar, toen zij daar ook was? Shantimai, kan je zeggen, was zijn eerste westerse discipel en ik was de tweede. Ja. En je bent daar 4 jaar geweest. Heb je hem daarna nog gezien? Daarna ben ik elk jaar ben ik nog op bezoek geweest bij hem. Ja. En is dat dan een soort APK dat hij even bij jou even net als mijn auto even de olie ververst en een beetje bijtweekt? Precies. Zo, ja? Nou, hij kijkt eventjes in je ogen. Ja. En dan ziet hij het. Dan weet hij het wat er aan de hand was. Hmm. Want is dit iets wat jij daarna nog kwijt kon raken dan? Dat weet ik niet, maar ik ben het niet kwijtgeraakt. Hmm. Ondanks dat ik wel mijn best heb gedaan om het kwijt te raken. Ik zal je iets heel raars vertellen. Ik heb mezelf gerealiseerd tegen wil en dank. Ik wilde het helemaal niet. Nee. Ik zat 2 maanden bij hem en toen zegt hij tegen me... Hij zegt, Gopal, if you stay with me, you will be enlightened. En ik zit hem zo aan te kijken. Ik zeg, I'm not interested. I only know that I have to be here now. And what is enlightenment? Can I eat it? Can I buy something for it? Ja. Iedereen was daarmee bezig, maar ik niet. Nee. En daarna ben ik satsang gaan doen, om het even heel snel te vertellen. Ik heb 20 jaar lang satsang gegeven. En op een gegeven moment ben ik ermee gestopt, omdat ik het niet leuk... Mensen die gingen mij op een pedestal zetten. En dat is niet mijn natuur. Ik wil gewoon vrienden zijn met mijn vrienden. Ja, samen doe je het ook bij jou thuis, de satsang. Hè? Je hebt maar nu is het weer heel anders. Maar ik heb 20 jaar lang echt gereisd over de hele wereld en overal satsang gegeven. Maar op een gegeven moment is dat gestopt. Ja. En toen ben ik weer ondernemer. En toen ben ik een heel mooi project begonnen in Spanje 13 jaar geleden met een vriend. En wat is dan, kun je een reden verzinnen waarom je het nu wel weer langzaamaan oppakt? Mijn hart. Ja? Mijn hart wordt steeds warmer en warmer en warmer. En ik heb een heel leuk appartement in Amsterdam. Ik ben Amsterdammer, geboren en getogen. Ja, Ajax-fan zag ik op je Facebook. Ja, maar echte Amsterdammer. Ja? Ik wil ook alleen maar in Amsterdam wonen. En ik zag Nisa Kadatta, toen ik Nisa Kadatta voor het eerst op een video zag. Die man die heeft me geraakt. Ja. Ah, die had ook niet zoveel mensen. Maar je kent het. Ja. En toen had ik zo'n idee van de laatste 10, 15 jaar van mijn leven. Als ik gewoon in dat appartement 10 man kan hebben maximaal of 8 man. Ja. Nou, het gaat niet om het geld, het gaat gewoon omdat ik het leuk vind. Ja. Is het dan een sharing? Of hoe noem jij het? Je zegt ook, I have no teaching, I am the teaching. Oh, maar jij bent slim, jij. Inderdaad, maar wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat als je regelmatig bij mij komt, als wij regelmatig iets gaan doen samen, en dat hoeft niet spiritueel te zijn, en op een gegeven moment, omdat het zo moet zijn, gaat jouw hart zich connecten, zoals we dat noemen, met mijn hart. Mm-hmm. Ja, then you are in trouble. Net zoals ik in trouble was met mijn guru. En daarom zeg ik, I don't have a teaching, but I am the teaching. Dus als je connect met Lo, ik heb nu een paar mensen die zijn connected aan mij. Nou, en dan komt er een liefdesrelatie tot stand. Die is prachtig. Is het raar dat mijn hoofd meteen daar bedenkingen bij heeft? Nee. Want die gaan meteen denken, ja, pas maar op. Want eigenlijk ben je met je hart verbonden aan die Lodewijk. En dan staat hij volgende week bij aan de deur. Hey, maatje, kan je mij even dit... Of kun je mij even €1000 lenen? Snap je wat ik bedoel? Dat zegt mijn hoofd, hè? Ja. Mijn hoofd zegt, pas op. Nou, precies. Maar je bent er altijd zelf bij, toch? Ja, maar we hebben het hier wel over iets. Ik bedoel, als je iets vergelijkt met een verliefdheid... Ik weet niet of dat mag. Maar dan als jij met een vrouw
die connectie hebt, dan kan die vrouw jou bij wijze van spreken... die kan bij mij alles flikken. Oké, ik snap je wat ik bedoel? Ja, maar dit is een hele andere verbinding. Ja? Totaal anders. Mijn guru, dus die zwaar verlichte meester, die heeft nooit... Ik heb hem nooit iets gegeven. Alles was voor gratis en voor niks. Ja. En ik zat daar, ik denk, dit is gewoon helemaal voor niks, dit. Ja. En die man, die toen ik bij hem was, dat was de enige die ik vertrouwde. Ik vertrouwde niemand. Ik had een issue met trust, of course, hè, waar ik vandaan kom. Ik heb nooit een vader gehad, eigenlijk nooit een moeder gehad. Daarom kwam ik hem tegen. Dus die als dat gebeurt, dat is alleen maar positief. Ja. Super positief. Alleen dan ben je wel in voor verandering, misschien. En wat voor verandering? Nou, transformatie. Omdat je dan veel makkelijker... als die hartconnectie er is... en je wordt af en toe even bijgetankt... dan kan je veel makkelijker in die hogere frequentie blijven... dan dat je alles zelf moet doen. En dan ga je toch weer in je hoofd. Want we leven tenslotte in deze maatschappij... Ja. die gemaakt is door het hoofd. Ja. En dat moet ook zo, hè? Ja. Er moeten regels zijn. Ja. Ja, dan is het stil, hè? Ik heb het gevoel ook dat jij in staat bent... Ja. om te zien wat echt is en niet echt is. Ja, nee, ik prik wel door de bullshit heen, denk ik. Want ik heb natuurlijk zat mensen voor de microfoon gehad... En ik voel wel ik voel met jou wel een resonantie, weet ik hoe je het allemaal moet noemen, verbintenis. Maar het is ook wel eng op een bepaalde manier, want hoe lang ben jij hier nou binnen? Je bent hier nou 27 minuten binnen, 26 minuten, is overigens mijn geluksgetal. En het voelt alsof een oude vriend op visite is, die ik al jaren niet meer gezien heb of zo, weet je wel. Maar Patrick, mag ik jou iets vragen? Ja, natuurlijk, ga je gang. Waar ben je bang voor? Ja, waar ben je bang voor? Nee, nu, op dit moment, als je dit zegt. Oké, als ik het zeg. Ja. Ja. Niet in het algemeen, maar nu even. Nou, ik denk wel dat je... Ja, het voelt naakt of zo, weet je. Alsof je alsof je niks meer... Ja, je kijkt daar doorheen of zo. Weet ik heb niks meer op te houden of zo. Het masker werkt niet meer. Mijn façade. Ja, dat is best wel eng. Dat is inderdaad net alsof ik ineens mijn kleren uit heb. Ja. En ik kan daar ook wel een beetje van ontroerd raken. Weet je, als je mind stil is, dan zie je alles. Ja. Dat is heel raar. Ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt. Nou, mijn mind is over het algemeen behoorlijk stil. En ik kijk naar mensen, plus mijn ervaring. Hogere hotelschool, hoteldirecteur, ondernemer... Altijd met mensen gewerkt. Nou, plus die highly, I'm also highly sensitive. Ja. Volgens mij ben jij dat ook, maar dat weet ik niet. HSP, ja. Ja, echt highly sensitive. Mm-hmm. Dat heeft ook zijn nadelen trouwens. Want je voelt alles van anderen? Nou ja, dan heb je wel eens projecties die met het pijn lichaam te maken hebben. Met enorm emotioneel iemand. Ja. Ja, en dan kijk ik overal dwars doorheen. Maar dat heeft als voordeel dat het oké is. Ja. Het is oké. Ja, maar voor de anderen kan het ook... Ze lopen er ook wel eens mensen weg bij jou, dat ze het te eng vinden. Oké. Leuk dat je dit zegt. Ik heb in Spanje 3 maanden satsang gegeven. Want ik kwam mensen tegen. Ik vertelde ze dat ik eigenlijk een guru was geweest. En zeiden ze, je moet naar Valencia komen en dan gaan we dat organiseren. Ja. Nou, maar Spanje is weer heel anders dan Nederland. En ik had daar een tolk en we gaan zitten. En er komen 30, 40 man. En er komt een jongen binnen, die was nog nooit in satsang geweest. En die kijkt naar me en ik kijk naar hem. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem, can I ask you a question? En hij zegt, sure. When your mind is quiet, are you still there? Die jongen die schoot in zijn hoofd. Paniek. Is de zaal uitgerend, is nooit meer teruggekomen. Ja. Ik heb in Zweden veel gewerkt, vroeger in Scandinavië. En dan vroegen we wel eens aan iemand, kan je 2 minuten even stil zijn? Dan was er soms al paniek. Hmm. Ja. 2 minuten even stil zijn, dan weten ze al niet meer wat ze moeten doen. Ja. Waar komt dat door dan? Wat denk je?
Ja, ja, omdat dan stort dat ding als een kaarthuis in elkaar wat je voor jezelf verzonnen hebt. Je zegt het net zelf, dat als je mind stil is, dan was mijn vraag aan, maar nou stel ik jou dezelfde vraag, ben je er dan nog? Nee, Patrick is dan weg. Wat is er dan nog? Ja, dat is wel een soort aanwezigheid. Maar mag ik, kunnen we hier even naar kijken? Dit is zo leuk. Maar, ja. Als je nou even voor een moment alle boekenwijsheid, alles even vergeten. Ga het proberen. Want ik ben ervan overtuigd dat af en toe, ook bij jou, je mind, dat je ervaring hebt van even een hele stille mind. Ja. Nou, ik wil dat je daar naartoe teruggaat. Mm-hmm. En dat je uit je eigen ervaring met mij deelt of Patrick er nog is of niet. Nee, want ik ken dat moment. Als ik net wakker ben, en dan heb ik dat vaak. Dan zit ik een beetje in die in-between space, noem ik het maar. Tussen wakker zijn en dan lig ik ook heerlijk schielsgelukkig te zijn. Dan ben ik helemaal niet met mezelf bezig. Maar ik heb het over iets anders. Okay. Heb je nooit in een meditatie, ik weet niet of je wel eens hebt gemediteerd, of een heerlijk moment, full of joy, dat je mind even helemaal stil is? Ja, verstilling noem ik dat. Maar dat krijg ik meer als ik dan naar documentaires kijk die dat oproepen. Of als ik naar mensen luister zoals jij, die dat in zich dragen, dan raak ik ook verstild. Oké, dan is het een kwestie van woorden nu. Ja. Als jij mij die vraag zou stellen, dan zou ik jou antwoorden, dan ben ik er juist. Daarvoor was ik er niet, maar nu ben ik er. Oh zo. Maar of je dat Patrick moet noemen, daar kan je inderdaad over discussiëren. Jij bent er dan op dat moment. Dan ben jij één met alles. Ja. Dan ben je er pas. Dan ben je er pas. En dat is het hier en nu. Ja. Veel mensen praten over hier en nu, maar dat heeft er niks mee te maken. Hey, ik voel wel je opdeel. En dat noemen we focussen en dan ben je, dan zie je alles. Ja. Alles. Breed ben je dan, soort van. Ja, en dat is dus niet te vergelijken met Vipassana bijvoorbeeld. Heb je wel eens een groep Vipassana uit de Vipassana zien komen, met alle respect voor die mensen, nadat ze 4 of 5 uur gezeten hebben? Het eerste wat ik zie, is dat ze het niet zijn. Dat ze in een soort staat van, I don't know how to call it. Ja, samadhi misschien? No, it's not samadhi. It's more like half awake, half asleep. Oh ja. Een beetje diezelfde staat als je wakker wordt in de morgen. Maar daar heb ik het niet over. Nee. Ik heb het over dat je mind stil is, terwijl jij, je ziet alles, je hoort alles, je bent totaal alert. Je hoeft je niet te concentreren, helemaal niet. Mm. Daar heb ik het over. Ja. Heerlijk. En ik noem het dan mijn hart, hè, want ik probeer elk antwoord, of probeer ik, dat gaat automatisch, komt uit mijn hart, uit het moment. Ja. En het maakt niet uit wie jij bent, of je nou de koning van Zweden bent. Weet je, ik voel me één met jou. Ja. Door dat hart. Ja, en dat wekt dat ook bij mij op. Want dat voelt heel fijn om bij jou te zijn. Of hoe werkt dat? Ja, Patrick, ik weet niet wat jij voelt. Nou nee, blijdschap, vreugde, opluchting. Een soort joy? Ja, tuurlijk, plezier. Joy? Ja, plezier, joy. Een beetje dat wat je vroeger ook als kind had, weet je wel. Dan ontmoet je een nieuw iemand en dan delen we dat plezier of zo. En dan gaan we spelen. Ja. Wat wilde ik je nou nog vragen? Heb jij Alexander Smit ook gekend? Ja. Want die kwam natuurlijk ook uit Amsterdam. Ja, maar in die tijd, die komt uit Rotterdam. Oh ja, maar ja, woonde in Amsterdam. Maar toen jij ermee bezig ging, is hij ongeveer overleden. 1998 is hij, 1998. Je hebt hem dus wel daarvoor, maar kende je hem gewoon als mens? Of? Ik heb hem één keer gezien. In een bijeenkomst? In een bijeenkomst. Iemand bracht me daar naartoe. En hij kwam meteen op me af met zijn woorden. En hij zegt, oké, zeg het maar. Ik had die man nog nooit gezien. Zeg het maar. Ik zeg, ja, wat moet ik zeggen? Nou, zeg maar wat er met je aan de hand is. Hij zegt, je ziet er behoorlijk blist uit. Ik zeg, ja, dat klopt. Dat ben ik ook. Hoe komt dat? Ik zeg, ja, ik heb een prachtig mooie guru in India, waar ik 8 maanden ben. En nu kom ik even bij jou kijken. Oh, zegt hij. Oké.
Nou, zei hij van... jij gaat in de valkuil van de Bacta. Zei hij meteen, boom. Valkuil van de Bacta. Ik wist helemaal niet eens wat het was, de valkuil. Maar hij bedoelde dat je dan blijft steken in emoties. Hmm. Maar ik had het gevoel dat hij mij... hij was wel geïntrigeerd. Hij wilde me ontmoeten. Hmm. Het gevoel had ik. Maar joh, ik was niet waar ik nu was. Nu had ik het prachtig gevonden om die man te ontmoeten. Maar toen was ik gewoon... weet je, mijn guru, dat was allemaal nog heel fragiel. Dus hij zat min of meer op me te wachten. Dat zag ik toen bij die uitgang. Maar ik durfde niet met hem te praten. Maar prachtig mooie man. Ja. Ik denk dat we ontzettend, als ik wat verder was ja, geweest... Ja, denk ik ook. Ja, hadden we ontzettend ja. veel lol kunnen ja, hebben samen. Ja, denk ik ook, ja. 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 En andere mensen uit Nederland die hierover spreken, die jij een warm hart toedraagt, of die je persoonlijk kent, of ik noem een Hans Laurentius, of Naropa komt volgens mij ook weer bij Givangeli vandaan. Ken jij? Uit Nederland ken ik niemand. Nee. Maar ik heb wel in India in die 4 jaar tijd bij mijn guru heb ik Isaac ontmoet. Shapiro. En we zijn vrienden geworden. Leuk. Ja, prachtig mooi verhaal ook, hè, hoe ik hem heb leren kennen. Vertel. Ja, dat is zo mooi. Ik heb altijd een heel eerlijk tussen jou en mij, want dit hoort natuurlijk niemand. Nee, dat kijkt niemand. Nee, dat kijkt ook niemand. Ik heb met Shanti Mai heb ik altijd een beetje een liefde-haat verhaal in gehad. Hoe kwam dat dan? Ja, omdat... ik weet niet hoe dat kwam. Omdat ik was iemand die had de wereld al gezien. Ik was hoteldirecteur geweest. Ik had een groot ego. Oké. Okay. En ik had het gevoel dat Shanti Mai, die is huisvrouw geweest. Mm-hmm. En we werkten gewoon op elkaar. Ja. We projecteerden op elkaar. Ja, ja. En vaak moest onze guru, ik klagen over ja? haar, zij over mij. Maar zij was wel de eerste die ik ooit in mijn leven ontmoet had, die satsang gaf. Ik wist niet wat satsang was, zelfs voor Maharaji. En ze deed het in het Engels natuurlijk. En ja. ze trok in het begin heel veel mensen aan. En die satsang, die vond plaats vlak bij mijn kamer. Oké. Okay. En dus ik ging er ook naartoe. En dan zaten we daar een kwartier van tevoren op Shanti Mai te wachten. En die dag kwam ze niet. We zaten daar, niemand kwam. Ja. En opeens stond er een man op. Dat bleek dus later Isaac te zijn. Ja. Die gaat op haar stoel zitten. Nou, dat was al heiligschennis, wat ik prachtig vond. Die gaat zitten. Die zegt, hallo. My name is Isaac. My Guruji is Papaji. And it looks like Shanti Mai is not coming. Is it okay that I do the satsang now? Nou, ogenblikkelijk vertrok de helft van de Sangam, ja. die vertrok, maar ja. ik bleef zitten. Ja. Ik was nieuwsgierig. Ja, je denkt, hey. Nou, toen heb ik iemand satsang zien geven en ik was meteen verkocht. Ja. Ik denk, zo kan het ook. Zo liefdevol. Nou, zo niet zo heilig. Down to earth. Gewoon. Ja, wat wij ook hebben nu. Ja. Weet je? En ik ben daarna meteen naar Isaac gegaan. En ik heb hem mijn kamer ingetrokken. Ik zeg, ik moet met jou praten, ja, ja, ja. En ik vertelde hem wat er met mij allemaal gebeurd was. Ja. En Isaac, die voelde dat het echt was. En hij zei, you have to see. Want ik had toen nog geen guru. Hij zei, you have to see my guru. Punjaji. Okay. Where is he? Yeah. Lucknow. Volgende dag zat ik in de trein naar Lucknow, want ik wilde Punjaji zien. Yeah. Toch? Nou, prachtig. Dus dan kwam ik weer in een andere setting yeah. rond een guru. Nou, als er iemand een zenmeester is, dan was het Punjaji. Yeah. Dat is de sterkste shakti die ik ooit gevoeld heb. Mijn guru is heel subtiel. Subtiel. Ja. Dat duurt eventjes, maar bij papa was het happy hour, all the time. Ja. Je mind werd gewoon uit je hoofd geblazen ja. door die man. Ja, geweldig. En heel anders dan Lakshmanjula. Rishikesh was een beetje heilig, weet je wel. Een ja. beetje, en daar heb jij niet zoveel mee op met die vereering. Amsterdammer. Ja. Hey, kom op. Nee, ik snap het. Maar toch, het is er niet voor niks, denk ik dan. Het zal toch een functie hebben, dit hele ritueel. Want ik zie dat als een ritueel. Is religie.
religie. Is verbonden aan de religie. Rishikesh is een heilige stad voor de Hindoes. Mm-hmm. Die komen daar. Al die ashrams zijn gebouwd voor geld. Net zoals onze kerken. Okay. En die mensen komen daar een bedevaart naar de Ganga, moeder Ganga, om daar hun zonde af te wassen. Mm, de rivier. Nou, en mijn guru heeft altijd gezegd, Maharaji zei tegen mij, Gopal, you are not here why most people are here. You are here to realize yourself. But I have to play the role of kind of priest, he said. Mm. This is my ashram. When people are in trouble, they come to me and I do a ritual and then I will pray for them. Yeah. It's a completely different role. Ik snap hem. He said, but you came for something else. Yes, I did. I didn't even want it. Yeah. Je vroeg er niet om, maar toch kreeg je dit. Ja, weet je wat het gekke is, Patrick? Mijn hart wordt met de dag warmer. Ik snap er zelf ook niks van. Nee. Ben je nooit bang dat het uit elkaar klapt? Nee, het wordt nog warmer. Ja? En het wordt nog stiller. En dan word ik nog. Dan zie ik nog meer. Hoor ik nog meer. Ja. En toen ik jou zag op YouTube, wist ik van ja. Ja, je zei iets over, je zag dat het verlangen of het vuur naar waarheid, het vuur voor waarheid. Nou, dat is een vraag aan jou, hè? Nou, heb ik weer een vraag aan jou. Oké, stel maar. Waar komt die interesse bij jou vandaan voor wat jij noemt de non-dualiteit? Waar komt die vandaan? Leg uit. Ja, nee, dat heeft me ooit geraakt, een jaartje of 13 terug. En daar heb ik mijn hele landelijke radiocarrière voor in de wil gehangen. En maar het is een passie. Ja, natuurlijk. Ik kon niet anders. Het is als een soort virus wat geïnjecteerd is. En ja. Ik zie het aan je. Ja. En ik voelde het meteen toen ik je zag. En ik denk, daar moet ik zijn. Ja, nee, lief. Ja, dat voel ik ook. Maar ja, oké. Maar daar zitten we dan toch weer mooi mee opgezadeld, Lodewijk. Want kijk, met jou kan ik hier heerlijk in baden, zullen we maar zeggen. Maar inderdaad, ja. Mis jij dat dan nooit? Dat je dan, of kan jij dit overal? Kijk, kan jij overal dit licht zijn? Het hangt er ook een beetje af wie er tegenover je zit. Ja. Je hebt twee harten nodig om te shinen. Ja, nee. Maar, en heb je dan nooit eens dat je dan kom je in een omgeving en je denkt, moeten we maar weer. Nou ja, dan ben ik gewoon stil en doe ik mijn ding. Maar soms zijn er hoogtepuntjes dat ik iemand om moet denken van, wat een mooi mens, denk ik dan. Nee, ik voel het. Ja. Maar waar komt die passie vandaan? Ja, want je hebt hem niet verteld nog. Nou ja, ik heb daar natuurlijk wel eens over zitten nadenken. Ik weet dat de vader van mijn vader, die studeerde al theologie. Dus ik denk dat het, kan dat ook in de genen zitten, die zoektocht naar waarheid? Dat je toch een soort van, nee? Nee. Komt het misschien dat ik in de wereld alles al heb, net als jij alles hebt kunnen uitproberen? Dat je het hebt gekend, alle schatjes en alle geld en alle succesjes. En dat het dan dat je dan klaar bent daarvoor? Maar mag ik je nog een paar vragen stellen? Patrick, waar komt die passie vandaan? Waar komt die vandaan? Ja, uit je hart natuurlijk, uit mijn hart natuurlijk. Nou, precies. Dat is het. Ja. De rest is allemaal het verhaal eromheen. Nee, maar dat is het. Ja. Het zit in je hart. Ja. Mijn hart, toen mijn hart openging, toen ik 40 was, tijdens mijn eerste therapiegroep. Sindsdien heeft mijn hart me overal gebracht. Ik hoefde helemaal niks te doen. Ja. En mijn hart kwam sooner or later, kwam het vertellen. Ik had weinig meer in te brengen. Ik wist, daar moet ik naartoe. Ja. En het was feilloos. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Wat zit er dan in dat hart? Wijsheid. Ja, ik noem het de bron, ik noem het consciousness, ik noem het wie je uiteindelijk werkelijk bent. Ja. Maar Patrick, het hoofd speelt ook een hele belangrijke rol. Oké. Want het was wel leuk om bij Maharaji te zitten en in zijn energie. Maar uiteindelijk heb ik me gerealiseerd via mijn hoofd. Ik weet nog goed, ik las een tekst van iemand die had geschreven The Haunted Universe. Ja, ik heb het gelezen ergens, wie dat was. Steven Norquist. Ik zit op de internet te kijken, ik vond nog wat teksten van hem. En opeens las ik een tekst. You are not who you think you are. You are the experience of who you think you are. En toen ik dat las,
toen leek het net alsof iemand me met een hamer op mijn hoofd sloeg van achteren. Werkelijk waar. Ja. Ik was alleen. Boem. En dat gebeurde 7 jaar geleden. Pas. Nog niet zo lang. En ik heb 2-3 dagen zonder Lodewijk rondgelopen. Gewoon, als een kip zonder kop. Maar Lo was er even niet. Terwijl alles gewoon doorging. Mijn hele leven ging door. Management, wat ik deed, ging door. Maar ik was er niet. Ik was er even niet. Mm. Nou, die kwam dan later weer terug. En dat is hem. En toen zag ik het. Toen wist ik het. Er is helemaal geen ik. No. Ja. Er is helemaal geen ik. Shit. Wat een grap, hè? Ja. Wat een ontdekking. Ja, ja, ja. En toen? Nou, dan komt die ik gewoon weer terug. Ja. Want anders ga je het gekkenhuis in. Ja. En dan langzamerhand zie ik nu weer, in de laatste 7 jaar, dat mijn hart, ik zeg het altijd, mijn hart wordt steeds warmer en groter. En die ik, die wordt steeds kleiner. Ja. Hey, want uiteindelijk is zelfrealisatie is de annihilation of the ego. En het ego is niet erg populair in spirituele kringen. Ik weet het nog goed, toen Maharaji, ik zat een maand lang bij Maharaji in India. En op een gegeven dag doet hij dit tegen me. You, very big ego. Ja. En iedereen om me heen, die keek opeens naar me en die keek naar me like, ja, we wisten het wel. We wisten het wel. En weet je hoe ik reageerde? Yes, ja. It's true, you're right. Ja. Voor mij had het helemaal geen betekenis. En nou wil ik je iets gaan vertellen wat je misschien nog nooit zo gehoord hebt. Ik durf zelfs te zeggen dat zonder ego, zonder een behoorlijk groot ego, geen zelfrealisatie. Hè? Ja. Ik heb nog nooit gehoord inderdaad. Nou, hoe lang hebben we het erover gedaan? Ja, we zijn nu 36 minuten verder, maar ga je gang. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Want het lijkt een soort tegenpool, het lijkt weg te moeten voor de anderen, maar dat, nee. Oké, okay. De ego, de persoonlijkheid, is de foundation of the building, of the structure. Ja. Right? Nou, die foundation is eigenlijk het belangrijkste van het hele gebouw. Ja. Nou, als die foundation niet goed is, gebeurt er helemaal niks. Dan kan je koers, dan krijg je alleen een spiritueel ego. Mm. Dan wordt je ego van een normaal ego, gaat over naar een spiritueel ego. Ja. Osho die gebruikt een andere metafoor. Hij zegt, weet je, als je een ballon hebt en je wil die ballon lek plikken, welke ballon gaat er eerder kapot? Een ballon die helemaal bol staat van de zuurstof? Of die slappe. Of eentje die half slap hangt? Ja, ja. Dat vond ik een mooie. Ja. Alleen niemand wil dit horen. Maar zo is het wel. Wie onderscheidt in jou het verschil tussen de waarheid en de niet-waarheid? Wie is dat? Nou, ik ga er vanuit mijn hart. Nee? Mijn intellect? Dat is het intellect, het ego. Ja. Voor het ego heb je nodig als onderscheidingsvermogen. Daarom heb ik zoveel mensen ontmoet in India die aan de verkeerde goeroes hun power gaven. Hmm. En die gingen terug naar hun 4 years old. En die hadden zoiets van, zorg nu maar voor me. Hmm, ja. Daarom ben ik er ook mee gestopt. Want nou, dat de mensen, die gaan hele rare dingen die doen. Die gaan aan jouw tiet hangen. Die willen aan jouw tiet. Die zuigen, noem ik dat. Ja, ja. En daar is niks mis mee, maar dat past niet bij mij. Hmm. Voor mij is een sterk ego is een delight. Altijd geweest. Ja? Ja, want als je hoteldirecteur bent, dan ben je iemand. Ja. Dan moet je ook iemand zijn. Ja, dan wordt tegen je opgekeken, wordt aan je geluisterd. Nou, dan raak je het ook veel sneller kwijt. Dat is heel raar. Ja, apart. Ja, want als er niks is, dan kan niks ook to analyze. Ja. Hoe zeg je dat in het Engels? Volgens mij heeft Alexander Smit hier ook wel eens iets over gezegd. Everything needs a balance. Dus als jij aan die kant dat enorme ego hebt, dan komt automatisch die tegenkracht op. En dan komt het samen of zo. Zou die dat ook bedoeld hebben? Ik kan je een voorbeeld geven. Dit heb je ook nog nooit gehoord, denk ik. Ik heb mensen gezien zonder dat ik, met alle respect, absoluut. Mm. Ik heb mensen gezien die ontwaakt waren. En ik heb mensen gezien die het later weer kwijtraakt. En ik ben erachter gekomen
dat ze het meestal kwijtraakte. Om wat gebeurt er op het moment dat je dat die kundalini, hè, die wordt ontwaakt door die guru van mij. Nou, dan gebeurt er natuurlijk een heleboel. Dan ga je satsang geven, dan zeg je guru in het kort. Die zegt, ga jij maar teachen naar Papaji, die hè? Kijk maar naar Cohen. Mm-hmm. Andrew Cohen. Andrew Cohen, ja, die heb ik heel vaak meegemaakt. Goed, dan gebeuren er twee dingen. Aan de ene kant, als de kundalini ontwaakt is, komt er een kracht vrij die langzamerhand het ego gaat afknijpen. Mm-hmm. Annihilate, hoe zeg je het? Ja. Ik vind het zo'n mooi Engels woord, een Engels werkwoord. Ja, we weten wat je bedoelt. Dus aan de ene kant komt er een kracht vrij die het ego gaat vernietigen. Mm-hmm. Maar als jij satsang gaat geven en je bent daarvoor nog nooit iemand geweest. Ja. En je hebt een heerlijke uitstraling. Precies. Nou, ik kan je er een heleboel vertellen die dit hebben. Dan ga je heel veel mensen aantrekken. Ja. Ja. Nou, die twee krachten, die botsen met elkaar. Ja. Nou, dan krijg je burn-outs, dan krijg je ellende. Misbruik, gebruik. Alles. Ja. Is dat dan niet Maya, die droomkracht hier, die toch weer zijn best doet om jou tot persoon te maken? Of? Wat is Maya? Ja, dat vind ik altijd zo'n mooie omschrijving. Die droomkracht hier die ons doet geloven dat dit allemaal wel echt is. En dat je dit allemaal heel erg serieus moet nemen. Dat je een ik bent die zich moet verhouden tegen een boos buitenwereld. Weet je, uiteindelijk is consciousness hier helemaal niet mee bezig. Nee? Of deze wereld vergaat of niet. Consciousness was er altijd, zal er altijd zijn. Is untouchable. Is de intelligentie achter alles en tegelijkertijd is het helemaal niks en onmeetbaar. Dus het is alleen maar dat afgescheiden ego, dat afgescheiden hoofd dat zegt, hey, heeft dat niet ook weer een betekenis? Ja, ja, ja. Moeten we daar niet weer een lering uit trekken? Ja, ja, ja. Nee, ik zie gewoon dat iedereen, daarom ben ik ook niet zo judgmental meer, dat iedereen die moet zijn leven leiden. Ja, als jij denkt dat je in controle bent, oké. Okay. Ik ben erachter gekomen dat ik in de grote dingen ben ik nooit in controle geweest. Kleine dingen wel. Ja, als ik nu tegen jou zeg van ik stop ermee en ik loop weg, dan loop ik weg. Ja. We maken de hele dag beslissingen. Ja. Nou, natuurlijk, of je er aan gaat komen, of dat weten we ook nog niet. Maar de grote dingen, echt de grote dingen, zoals het weten dat ik naar de Himalaya's moet, nadat ik mijn laatste baan kwijtraakte. En opeens weet ik, terwijl ik over de Apollo-laan loop met mijn Armani-pak en jij moet naar de Himalaya's. En dat was en ik praat gewoon, nee, ik ga niet naar India. Ik wil niet naar India, want India is niet leuk. Ja. Maar ben ik terechtgekomen? Ja. In de Himalaya's. Ja. Was niet meer te stoppen, niet tegen te houden. Absoluut niet. Nee. Maar hoe zie jij de wereld dan, Lodewijk? Want het helpt mij toch wel. Of zeg je van, ja, dat is allemaal weer intellectuele bullshit waar je niks aan hebt. Het helpt mij toch als ik dan weer op zo'n satsang hoor. De wereld is een droom. Het is een droom waar we hier in zitten. Nee, het is futiel. Het is een fata morgana. Op de een of andere manier raken die woorden me wel. Praat jij daar ook over? Of? Ja, maar wacht even. Die wereld is geen droom. De wereld is er. Alleen zoals jij naar de wereld kijkt, dat is de droom. En meestal een nachtmerrie. Omdat die mind die houdt niet op om alles in hokjes te stoppen. Ja. En om alles vast te houden. Ja. Maar die wereld die is er wel. Alleen je kan hem pas zien als jouw mind gewoon helemaal stil is. Ja, dat is mooi gezegd. Dus ik bedenk er iets overheen of zo. Of leg er een sluier overheen. Precies. Een heleboel mensen zeggen van die mind die kan alleen maar in het verleden of in de toekomst zijn. Maar het gebeurt allemaal nu. Ja. Er is niks mis. Ja, nou ga ik iets heel raars zeggen. Ja. Er is niks mis met de wereld. De wereld is gewoon de wereld. En als je intelligent bent, dan weet je dat er al een heleboel civilisaties die zijn uitgeroeid. Ja. Die hebben zichzelf uitgeroeid. Wij zijn de vierde beschaving pas op deze hele planeet. Mm. Die weer een westerse beschaving heeft. Nou, ik bedoel, deze beschaving die blijft ook niet altijd bestaan. Die verdwijnt ook. Die is gedoemd om te mislukken.
Uiteindelijk is op het moment dat er te veel welvaart komt, dan wordt het ego wordt steeds groter. Ja. En uiteindelijk is tot nu toe is elke welvaart of elke civilisatie is ten onder gegaan aan het succes van het ego. Ja. Nou, je ziet het begint nu al. Ja, het is al aan het beginnen, ja. Maar het kan nog wel een tijdje duren. Gaan wij dat nog meemaken, denk je? Ik kan niet in een glazen bol kijken. Je zit niet in een tentje op de kermis. Ik ben er ook niet mee bezig. Nee, maar het Romeinse Rijk, je bedoelt de Maya's en zo, die zijn allemaal, dat is allemaal... Vernietigd, ja. Weg. Ja, dat is inherent aan het ego. Dat blaast zichzelf op dan als een soort van... Ja, en dat doen we allemaal aan mee. Patrick, als jij tegen mij zegt, nou Lo, ik ben zo geraakt door jou. Hè, wat je niet doet... Maar stel dat je dat doet en ik vind het zo belangrijk dat jij dit gaat doen of dat. Ik heb nog een miljoen euro op mijn bank en daar doe ik niks mee. Wil je dat hebben? Dan zeg ik niet nee. Want? Heerlijk, ja, geef maar. Het zou niet ongemakkelijk voelen. Dat je denkt, van, ja, maar dat staat niet in verhouding. Toch absoluut met niet. Ik zou er hele mooie dingen mee doen. Ja. Ja, ik heb geen miljoen op de bank, moet ik je helaas teleurstellen. maar ik ben wel heel vrijgevig. Ik ben soms wel eens vrijgevig tot het punt dat ik denk, potverdomme, wat zit ik toch altijd alles, want ook die interviews, dat doe ik allemaal voor niks, weet je wel. En voor jou doe ik het graag, maar hier zitten ook wel eens van die business coaches die van die trajecten verkopen voor een half jaar voor 10.000 euro. Dan denk je, waarom zit ik hier jou eigenlijk voor niks te interviewen? En toen zei iemand tegen mij, ja, dat doe je pro deo. Ik zei, ja, pro deo, dat klopt. Weet je wel wat pro deo betekent? Voor God. Dan dacht ik, oh, oké, nou ja, dan doe ik het maar voor God. Maar mag ik hier antwoord op geven? Ja, graag. Patrick, dat doe je ook voor jezelf. Ja, ja. Je hebt niet eens een keus. Dit is jouw passie. Ja, nee, klopt. Ik zit nu in een appartementje in Amsterdam met alle liefde en respect. Zit ik satsang te geven voor één iemand. Er komt meestal één of twee mensen. En die betalen twee tientjes. Terwijl ik heb satsang gegeven voor 500 man voor me. Ja. In Baden-Baden over de hele wereld. Het maakt me helemaal niet uit. Ik vind het heerlijk. Ik zou het niet willen missen. Ja. Dit is wat ik wil. Ja. En als ik één iemand in zijn ogen kan kijken en die iets kan meenemen. Mm. Ach, heerlijk. Maar uiteindelijk vind ik het heerlijk. Ja. Want mijn hart kan weer gloeien. Ja, ja, ja. Nou, laten we proberen dat in de laatste 20 minuten van dit gesprek nog eens te doen. Even kijken. Ik pak even nog wat. Want ik ben getipt door Magnus Kwensel, volgens mij. Wie is dat? Dat is een man die zit in Scandinavië, toch? In Zweden, ja. Ja, en die tipte mij van ga eens met Lodewijk praten. Ja, dat is een student van mij. Oké. Okay. Ja. En die doet met hem ben ik samen dat project begonnen in Spanje. Oké. Okay. Ja. En hij dat heeft ook de tekst geschreven voor jou op satsang.nl. En ja, die raakte me ook wel toen ik die las. Nou, hij heeft daar een tekst neergezet. Hij had eerst een tekst gemaakt en zei, nee, dat is hem niet. Ik wil dat je uit je eigen ervaring praat, wat er met jou is gebeurd. Ja. Wat je eventueel... In verband met Lo kan brengen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om jou. Ja. Nou, dat heeft hij gedaan. Dat heeft mij ook geraakt. Het raakte mij ook. Mag ik een klein stukje voorlezen wat mij raakte? Alsjeblieft. Toen ik Lodewijk ontmoette in 2007 zat ik boordevol met angst. Ik kon mezelf niet uitstaan. Ik voelde me van binnen compleet waardeloos. Ik wist niet wie ik was. Had problemen met werken. Ik was niet in staat relaties aan te gaan. Ik leefde in een zelfgeschapen fantasiewereld vol van spirituele ideeën. En was bovendien meestal niet thuis in mijn eigen lichaam. Als Osho Sanyasin probeerde ik verschillende vormen van meditaties en alternatieve therapieën. Niets hielp. Langzaam begonnen Lodewijk en ik bevriend te raken. Dat vind ik sowieso een mooie omschrijving. Dus jij sluit vriendschappen met... Ja. 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 Daarom heb ik geen teaching. Nee. I am the teaching. Ja, ja. Dus ik ben je vriend of niet? Valt niets in. Er is ook een collega van jou geweest die op een gegeven moment gezegd heeft... ja, maar het trekt zo aan me, al die vriendschappen. Ik moet er even tussenuit. Heb je dat niet? Kan jij... Nee. Meer. Dit trekt niet aan. Meer. Ja? Ja, kan gewoon nog meer. Ja. Nou, mijn hart maakte contact met zijn hart... en een diep en warm gevoel van vertrouwen begon zich van mij meester te maken. Ja. Ik wil een... mag ik een gedichtje voorlezen? Heb je het bij je? Heb ik meegenomen. Ja, graag. Moet je even naar je tas. Je tas staat er. Je tas daarvoor. Voor. Oh, je hebt hem. Ja, ja, goed. Kruip goed even dicht in die microfoon als je wil. Zijn het gedichten van jezelf? Ja, hè? Ja.
Het boekje ziet er al aardig een tijdje uit. De bril gaat op. Even voor de mensen die dit luisteren in plaats van kijk. Als je wil, schuif nog een klein beetje aan. Een gedicht van Gopal. Zo zeg ik het goed, toch? Het heet Love. Het is geschreven in 1999. Love. Love is a thing that comes from within. And love is a song that all will sing. Love is not envy. And love is not pain. Love is not difficult. And love is not shame. Love is to forgive. Love is to put by. And love is to be without a need to try. Love is a verse that never will end. And love is the nurse to fix and to mend. Love is to give, but also to take. And love is for us and not for God's sake. Love is a pool. Love is a lake. And love gives us the power to recreate. Love is unspeakable. Love no words describe. And love is of beings walking side by side. Mm. Ja. Ja, mooi. Sweet. Ja, ja. And this reminds me of my guru. My guru was, this is my guru. No intellect, just sweet, sweet, sweet. Ja. Like a child. Voor mensen die benieuwd zijn, met Maharaji staat op dit kanaal ook een kort interview door Jivanjali gedaan. Weer een discipel van Shanti Mai. Dan zie je hem zo'n 20 minuten. Ja, het is een hele lieve uitstraling. Had ik al toen ik dat interview zag. Nog even over relaties dan. Als jij toch dat hart, die verbinding met volstrekt vreemden kunt hebben, zullen we maar zeggen. Doe jij dan nog wel aan speciale relaties? Heb jij dan nog wel één heel speciaal iemand die helemaal in jouw hart zit of waar je helemaal je hart voor opent? Het draait zich hier niet om het hart van Lo. Het draait zich om het hart van iemand anders. Lo's hart is open. Zoals Maharaji's hart was altijd open. Maar wie diende zich aan? Wie dienen zich aan? Ja. Ja. Weet je, als de student is ripe, then he will meet his guru. Mm-hmm. Dus het leek wel of Maharaji gewoon op me wachtte totdat ik daar verscheen. Ja. En op een gegeven moment, maar hij had niet zoveel discipels. Maar die mensen die dan die connectie maakt. Oh. Ik vergeet het nooit meer dat hij daar lag. En dan kwam ik terug en dan voelde ik hem al 5 kilometer. en dan zei hij, Kopo, you have come back. En dan, oh man. The power of the heart, ja. Noem ik het. Maar wat is dat dan toch? Ben jij daar dan voor? Ben jij de uitverkorene daarin? Toen ik die eerste maand bij Maharaji zat, toen zei hij nog een ander ding tegen me, terwijl hij naar me wees. Ja. En hij zei, you, very big heart. Maar ik wist niet zo goed wat hij bedoelde. Maar ik ben een sport iemand, dus ik denk, ja, mijn hart is vrij groot, want ik heb heel veel aan sport gedaan. Geoefend. Maar dat bedoelde hij helemaal niet. Nee. Hij bedoelde iets anders. Ja. Liefde. Ja. Hart. Ja, hart. Oh, het is toch iets anders. Hart denk ik aan liefde. Absoluut. Ja. Maar het is geen romantische liefde. Nee, precies. Daar moeten we niet mee verwarren. Dit is universele dit liefde. Absoluut. Ja. Impersoonlijke liefde. Ja. Dit is niet een romantische liefde. Nee, precies. Hè? Nou, ik vermoed dat wel weer wat meer mensen jou gaan opzoeken in Amsterdam. Zit je daar wel op te wachten eigenlijk, Lo? Absoluut. Ja? Nou, ik zit er niet op te wachten, maar... Nee, maar ik bedoel in spreekwoordelijke vorm. Wat een geschenk. Ja? Ja. Want 3 keer per week, hè? Ja. Even kijken, op dinsdag en donderdag en zaterdag. Tenminste, op het moment dat we dit opnemen, het kan veranderen. Er is een website, lodewijkkuit.com. Dan kom je op jouw Facebookpagina. Daar staat ook jouw Spaanse WhatsApp-nummer op, hè? Ze kunnen ook contact met jou zoeken.
Heb jij misschien tot slot nog voor ons... want ja, er is zo verdomd weinig van jou te vinden. Er zijn geen opnames van satsangs. Heb je die wel liggen thuis op bandjes of cd's of zo? Die had ik. Allemaal weg? Allemaal weg. Is dat niet zonde? Nee. Nee, dat was vroeger. Ja, maar... De mensen die nu komen, die moeten nu komen. Nee, dat weet ik. Maar ik heb zelfs, als ik zo'n bandje van Alexander Smit nog hoor van 10 jaar geleden, dat me dat wel blij maakt. Is dit, laat ik het anders vragen, wat ik nu voel, hè, is dit wel te vangen door zo'n apparaat, door zo'n microfoon, door zo'n camera? Degene die het moet horen, die gaat het horen. Die gaat het horen. Dus ik hoef ook geen promotie voor jou te maken, want... Dat krijg ik. Als ik dan denk van dit raakt me, dan wil ik dit delen met mensen. Patrick, als jij wil, als jij het gevoel hebt dat je promotie voor mij wilt maken, dan moet je dat doen. Ja. Maar dat gebeurt, als je echt geraakt bent, dan gebeurt dat toch wel. Ja. En ik ben een Amsterdammer in Amsterdam. Dus ik heb even, als ik een setje krijg voor van wie dan ook, dan helpt dat natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Kijk, waarheid is waarheid. Of het nou via je hoofd gebeurt, zoals met de J. Christian Boertier, waar ik al mijn intellectuele kennis vandaan ooit haalde uit zijn boeken. Want Maharaji, die vertelde me niks. Nee. Als ik een vraag had, zei hij, you, shut up. And everything will be shown to you. Okay. Dus ik moest boeken, want het hoofd wil ook wat. Ja, natuurlijk. Het zijn twee dingen. Ja. Het hart, maar ook het hoofd. Dat noemen ze de Bhakti en de Jani weg. Ja. De twee spirituele centra, kan je ook noemen. Die zijn nodig. Ja. Dus en het ego en de emoties. Dus het is niet één of één van de twee. Het is allebei. Het is goed dat je dat nog eens duidelijk maakt. Absoluut. Ja. Dus het heeft toch een functie gehad, al die boeken kennis en lezen. Ja. Ja, maar de tweede weg, of belangrijkste weg als ik jou begrijp, hart. Voor mij. Ja, oké. Okay. Maar voor iemand anders kan het het hoofd zijn. Andersom zijn, ja. Ja. Dan is het hart vanzelfsprekend en moet het hoofd. Ja, maar dat is voor iedereen anders. Ja. Je kan dat niet in een hokje stoppen. Ja. Daarom zeg ik ook, iedereen die dit moet horen, en of jij daar nou een rol in speelt of ik, die gaat dit horen. Ja. Linksom of rechtsom. Maar ik ben natuurlijk ook erg geïnteresseerd, dat lijkt me ook leuk, om spiritueel coach te zijn voor mensen. Oké. Okay. Daar kan ik ze ook bij helpen. Ja. Dat hoeft niet altijd in die setting van satsang. 1-op-1 doe je ook. Ja. Ja. Ja, heel interessant. Ja. Want ik ben natuurlijk een goede spiegel voor mensen. Dat klopt. En je bent geïnteresseerd, alert. En je hebt zelf niet meer zoveel bagage. Dat helpt ook al, toch? En ik heb mijn hele leven gewerkt. Ik ben ondernemer. Ja. Dus ik heb vaak een klik met mensen die nog volledig in de maatschappij staan. Ja, mensenkennis. Je snapt waar in welke positie ze zich bevinden. Dus je zou een of andere CEO van een bedrijf ook kunnen helpen. Want je weet hoe het is om een groot bedrijf te leiden. Als die gespiegeld wil worden, absoluut. Zo noem jij dat, spiegelen. Ja, want als je wil groeien en je bent slim, dan laat je je spiegelen. Maar dat is niet altijd leuk. Nee. Toch? Ja, nee, maar toch lijkt je me een hele vriendelijke kerel. Het lijkt me niet als ik bij jou wegga dat ik me kloten voel. Nee, maar dat komt ook door de leeftijd nu dat ik wat rustiger ben. En vroeger, toen ik zat, was ik echt een cowboy. Was je streng? Niet streng, maar wel direct. Oh, en ik schoot vanuit mijn hip en er gebeurde van alles. Ja. Zo jammer, daar moeten toch nog wel opnames van zijn, Lodewijk. Ja. Die zijn er ook nog wel. Ik kan er nog wel aankomen, denk ik. Op CD-rommetjes. Ja, of zoiets. Ik wil je graag helpen met dat te digitaliseren. Ik ga erachteraan. Ja, het zou leuk zijn. Ik ben nu ook met cassettes van Wolter Keers bezig. Heeft die naam je nog wat gezegd? Een vrouw stuurde me een hele doos met Wolter Keers op. Want uiteindelijk wijzen jullie, ik gooi je nou even op een hoop, hè. Wijzen jullie toch allemaal naar hetzelfde? Ja. Absoluut. Is het toch niet zo dat jij nu weer iets anders vertelt dan Jan van Delden me vertelt? Of wat Hans Laurentius, waar die naar wijst? Absoluut niet. Ja. Het is hetzelfde. Ja, alleen jij zingt het op jouw manier. En je bent op deze manier gebekt. Precies. Toch? Ja, leuk. We gaan lekker nog een bakje koffie doen. Hartstikke bedankt voor je komst. Ik, nogmaals, mijn huis staat voor je open en mijn hart ook. Dankjewel. Ja.